Ja, vrienden, de afdeling Deugneus en Politiek Correct, die willen ons maar doen geloven dat als je tegen het hoofddoekje bent, zoals bij de boa's, dan ben je tegen de godsdienstvrijheid. Dat is wat Politiek Correct en Deugneus ons vertellen, maar trap daar nou niet in. Laat je nou niet in die hoek drukken, want het is allemaal onzin. Want ineens gaan ze die twee dingen met elkaar verwarren. Het heeft niets met elkaar te maken. Nee, ik ben het ook helemaal eens met de Dylan in deze. Ja, want die zegt gewoon van, dat mag niet zo'n hoofddoekje bij die boa's. En het heeft dan te maken met kerk en staat, die scheiding daarvan. Maar ik heb eigenlijk een andere reden. Vrienden, ik vind gewoon dat je elkaar niet moet lastigvallen met je hobby. Ja, want als jij wil geloven, dan zie ik dat toch als een soort hobby. Dat doe je in je eigen tijd, dat is in je eigen vrije tijd, mag je doen en laten wat je wil. Ja, en vrijheid, blijheid, wil je de hele weekend in een kerk gaan zitten, katholiek, gereformeerd, islam, zoek het uit. Geweldig. Ga je gang, daar ben ik voor. Ja. Maar laten we elkaar niet lastigvallen met dat soort dingen. Nee. Maar stel je nou voor dat ik het leuk vind thuis met treintjes te spelen. Ja. Dan ga ik toch niet naar mijn werk met een stationspet op en een fluit in mijn mond. Nee. Ja. Dat is het gewoon. Ja, daar val ik dan toch ook niemand mee lastig? Daar gaat het om, vrienden. Hey, dus, laat je door Deugneus en door Politiek Correct helemaal niks wijs maken.